Vandaag heb ik geen huis gekregen en geen baan. Om 2:30 'smiddags ben ik aangeschoten en om 22:00 vanavond wordt er nog een optreden van mij verwacht. Ik zit al uren in een verder leeg café in de stad waar ik niet woon en ook niet werk. Ik drink er rode wijn. De drank van de passie. Tango! Ik moet op tango. Dat zou mij goed staan. Ik wil ook een fotoshoot in mijn blootje. Dat vind ik belangrijk om te doen. En niet pornografisch in mijn blootje, maar kunstzinnig. En dat ik dan door al mijn vriendinnen artistiek en door al mijn vrienden geil gevonden word. En dapper. Stoer, wat een stoer wijf. Die doet dat toch maar. Die gaat en die staat maar en die weet wat ze wil. Ik schreef vandaag in 3 uur 2 pagina's van de roman die nooit goed genoeg zal zijn om te gebruiken. Het is troep. Het is de opvulling van de tijd. Het is het sneuwe stille van mijn verlangen naar iets groters. Ik eet niet, want daarvan krijg ik honger en mijn geld is op. Ik ben kwaad op de serveerster die niet probeert om haar verlangen naar iets groters te stillen. Of erg nog, dat wel probeert, maar gewoon zonder sneu te zijn. Gewoon met een baantje dat zij wel gekregen heeft in de stad waar ik niet woon en ook niet werk. Dit meisje is totaal niet dronken. Totaal niet dronken en nu eet ze ook nog eens een tosti. Mijn 80 pagina's tellende roman hangt er wat verloren bij op de opengeklapte laptop. Knipper, knipper doet de cursor. Ik kijk ernaar en bedenk dat dat knipperen van die cursor een beeld moet zijn in mijn nieuwe videoclip. En ik bedenk daarna meteen dat het een stom idee is. Ik bekijk vacature sites. Thuiswerk. Tot wel 400 euro per dag verdienen met het invullen van enquêtes. Ik klik erop. Ik moet betalen om de vacature verder in te mogen zien. 9,99 euro per maand basic of 14,99 premium. Ik neem nog een slok wijn tegen de honger en laat mijn hoofdpersonage een overval plegen.